Goh, het Belgisch kampioenschap bijzonder. Ik denk dat de meeste bands die deelnemen aan de wedstrijd daar erg naar uitkijken. Het is niet altijd evident om concerten te krijgen. Dus ik denk dat er heel veel bands werken naar dat ene moment van het jaar. Heel veel. En dan natuurlijk met sommige bands met een goede uitslag. Ook heel veel bands die een minder goed resultaat hebben. En dan is dat weer wachten tot volgend jaar. Dus ik denk dat iets heel specifiek. Dat kan je, een brassbandwedstrijd kan je met geen enkele andere wedstrijd vergelijken. Alleen dat het, in muziek bedoel ik dan. Je kan dat eigenlijk gewoon vergelijken met topsport. Het is echt zo competitief. Het kan dikwijls zo dicht bij elkaar liggen. En je moet vooral, tegenwoordig het niveau van de werken is zo hoog. Je moet vooral de meeste gewone liefhebbers, dat is echt op toppen van je tenen lopen. Want zelfs voor de professionals die komen meespelen, is dat studeren. Want het niveau is enorm. België is toch, denk ik, naar mijn mening, samen met Noorwegen en met Zwitserland, eigenlijk de Europese toplanden. Dan uiteraard Engeland, waar de bakermat is. Dus het niveau is enorm hoog. En dat maakt het wel speciaal.
Thank you.
Thank you.